De regering heeft besloten om de COVID-19-maatregelen wederom aan te scherpen. Het besluit hiertoe is volgens de beleidsmakers genomen omdat het aantal COVID-besmettingen opnieuw stijgt. Het uitgaansverbod is als volgt vastgesteld. Zaterdag 10 en zondag 11 april van 6 uur in de avond tot 5 uur in de ochtend. Maandag 12 tot en met vrijdag 16 april van 8 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend. Het volgend weekend geldt er een totale lockdown van vrijdag 16 april 8 uur 's avonds tot en met maandag 19 april 6 uur in de ochtend. En van maandag 19 april tot en met vrijdag 23 april geldt het uitgaansverbod van 8 uur in de avond tot 5 uur in de ochtend. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur meldt via haar Facebookpagina dat alle scholen op alle niveaus, basis, VOJ, VOS en hoger onderwijs voor de komende 2 weken gesloten zullen zijn.